De partij Ouderenappel Hart voor Eindhoven heeft vragen gesteld over een aantal woningen in de buurt Genderdal. De huizen zijn zo slecht geïsoleerd dat bewoners zich blauw betalen aan de energierekening. We keken binnen bij Roy, een van de bewoners van zo'n noodwoning in de Schubertlaan. Na de oorlog zijn deze snel gebouwd, hè, om toentertijd in de woningcrisis te kunnen voorzien. Die waren toentertijd, voor zover ik weet tenminste, bedoeld om mensen tijdelijk te huisvesten, dus voor 20 of 30 jaar. Ja, die staan er nu nog steeds. En het probleem is gewoon dat deze woningen ontzettend slecht geïsoleerd zijn. En ja, ik vind dat ze daar iets aan moeten doen. Nou, hier zie je dat er een scheur in de muur zit. Nou, dat is op zich niet zo heel raar. Maar als je hier in de winter, als het waait, ondervoelt, dan komt de kou er gewoon onderdoor. De zogenaamde ERI-woningen die na de oorlog snel werden neergezet, zijn in heel Nederland al massaal gesloopt of flink aangepakt. Ook in het Genderdal. In 2016 konden bewoners kiezen voor een maatregelenpakket waar gedeeltelijke isolatie een onderdeel van was. Toentertijd heeft ongeveer 50% van de mensen heeft ervoor gekozen om dat betaald pakket te pakken, inclusief die spouwmuurisolatie. Maar de andere helft, dus dat is ruim 100 woningen, heeft geen isolatie in deze slecht geïsoleerde woningen. En dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Wat het verschil is tussen woningen die wel geïsoleerd zijn en welke woningen niet geïsoleerd zijn. En dat verschil zit tussen de 500 en de 600 kuub gas per jaar. Met de huidige prijzen van 2, 3 euro per kuub gas scheelt daar een gezin gewoon een 1500 euro per jaar. Ja. Dat is gewoon heel veel geld voor deze mensen. Woonbedrijf heeft gezegd dat de bewoners nog tot eind dit jaar alsnog kunnen kiezen voor het isolatiepakket uit 2016. Daar staat dan wel een huurverhoging tegenover. Roy vindt dat isolatie gewoon bij de basisvoorziening hoort. Ik denk dat het bij een basisbehoefte hoort om een huis te laten isoleren. Ik vind dat dat hoort niet in een betaald pakket thuis. Woonbedrijf gaat de situatie nog eens bekijken en wil graag in gesprek met de bewoners.